Ik ben eigenlijk de chaos zelf. En dat is ook te zien in hun kast. Frozen, maar die doen maar als pyjama aan. Want het is, ja. Het is allemaal niet Pinteresty. Het plaatje komt van Idiot du Village. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Killikressen.nl. Ik ga vandaag de kledingkast van Lana bespreken in deze video. Dus ik ga precies laten zien wat er allemaal in de kast op haar kinderkamer. Wat er allemaal in zit, wat voor kleding we hebben voor haar, hoe we dat hebben ingedeeld, dat soort dingen. Maar ik ben een hele chaotische moeder. Ik ben absoluut niet georganiseerd en opgeruimd. En zo ook deze kledingkast niet. Dus ik heb het er ook niet speciaal voor opgeruimd. Dit is wat het is. Er zit niet heel veel systeem in. Maar wij kunnen het prima vinden. Dat is ook geen drama verder. Dus kijk gezellig mee als je benieuwd bent hoe die eruit ziet. Lana is nu 3 jaar en... Ja, 3,5 maand. Ze dragen maat 104, 110, soms nog 98. En nu ze zinnelijk is, draagt ze geen luier meer. En kan ze broeken weer aan die ze niet meer pasten. Ik sta er dus voor. Dit is een IKEA-kast. We hebben daar dit haakje wat je hier zit ingemaakt. Want Lana die had de neiging om in haar slaap de kast open te gaan maken. Of als ze wakker werd, ging ze uit haar bedje. Dan ging ze de kast openmaken en dan alles uithalen. Nou, dat vond ik niet zo heel leuk. Dus daarom heeft mijn vader daar haakjes gemaakt. Dan heb je hier een hanggedeelte. Dan heb je daar leggedeeltes met mandjes en zo. Kleding kopen wij vooral bij de H&M, Primark en soms een keer een merkje zoals Vincino of Tumble & Dry. Ik heb ook wat tweedehands kleding voor haar, voor een vriendinnetje gehad. En af en toe krijgen we wat dingetjes opgestuurd. Dus dat is een beetje de combinatie van allerlei dingen van haar kleding. En deze kleding gaat ook door naar Amy. Als het in hetzelfde seizoen valt en zo. Want ik vind het zonde om daar speciaal nieuwe kleding voor te moeten kopen. Doen we natuurlijk ook wel, maar ik vind recyclen net zo handig. Het hanggedeelte. Ik heb het ook niet op volgorde of zo. Ik begin gewoon van links naar rechts. Ik laat het gewoon zien. Als eerst hier een hele leuke trui van Cakewalk. Vinden we echt super leuk. Oh, de mouse zit naar binnen. Zo georganiseerd ben ik dus. Heerlijke sweater. Blijft ook erg mooi. Dan heb ik hier een heel leuk vestje hebben we van een vriendin gehad. Van Pomp Deluxe. Maat 92, maar het valt vrij groot. Het is een beetje mintgroenig en dan heel lekker zacht. Lekker warm ook. En dit is ook echt mega leuk. Ook gekregen van een vriendin. Een heel leuk jeans jurkje. Vestje dingetje. Dus dat is ook leuk. Dit jurkje is wel een van Lana's favorieten. Die is van de Zara. Die had ik in 2 prints, maar nu nog maar in 1. Deze dus. Het is zo'n heel basic Zara jurkje. Maar het staat er gewoon echt super leuk. Dan heb ik hier van Prenatal een heel leuk. Met ook weer die mouw naar binnen. Langere sweater. Een jurkje. Volgens mij is dit van Sena. Het is met tijgers op. Dan heb ik hier een combinatie. Dit is van Next Direct. Een soort van... trui met een heel leuk roesje. En dan een spijkerjekje erop. Het spijkerjekje is van Sena. Dus dat. Deze is ook echt super leuk. Dit is een jurkje die kocht ik bij TK Maxx. Het merk is Cynthia Rowley. Nooit van gehoord. Maar het is echt heel leuk. En dit soort tinten staan er heel goed. Het is van Primark. Een heel leuk truitje met een beetje een half jurkje erin. H&M. Is dit een jurkje, maar dit kraagje komt van Idiot du Village. En dat is een los kraagje, dat is echt ideaal. Die hebben ze ook voor volwassenen, maar dus ook voor kleine meisjes. En die doe je er dan gewoon in, dan is het net een blouseje. H&M. 2 blouses, ook H&M geloof ik. Ja. H&M. Dit soort jurkjes vinden we echt fantastisch met zo'n lage rok. En ook van dit stofje. Omdat dit gewoon heel mooi zit. Toch best wel warm is ook. Leuk te combineren met een legging. En dan is ze al klaar. Dit is van Polan. Polan Opiret. Dit draagt ze regelmatig. Deze jurk met vosjes. Staat er echt heel leuk. Nog 2 leuke jurkjes. Deze is van Mood Street. En deze onbekend. Meestal doe ik hierboven van die dingen als jurkjes en jasjes en vestjes en zo. Deze is van Vincino, een hele stoere sweater. We dragen ook haar regelmatig van dit soort... Oh, weer die mouw naar binnen. Van dit soort sweaters aan. Dat vinden we gewoon echt ideaal. Het is lekker warm en het zit gewoon lekker. En dit leuke blouseje van de Sena. Dan hebben we hier mandjes. In deze 2 mandjes bewaar ik truitjes. Ik zal er gewoon een paar laten zien. Deze vinden we ook echt leuk. Een beetje een dunner truitje. Dat is van, volgens mij van Sena. Minimize jurkje. Of ja, lang shirt. Lang shirt.
trui van H&M. Die wordt nou wel te klein hoor. Die moet naar Amy toe. Ik heb van een volger gehad. Super leuk en lief. Dit is een leuke truitje ook met glitters. Twee jurkjes van Kooka. Dit is echt een zomerjurkje hoor. Ja, dit is echt zo'n strandjurkje roze. En heb ik ook in het wit. Super leuk op vakantie. Zo, ik doe hem dadelijk even goed. Oh. Leuk truitje van Vincino. En die blijven echt onwijs lang mooi. Dat is echt wel een tip voor ouders om daarin te investeren. Tumble and Dry. Heel leuk truitje ook. Mimpy. Die hebben altijd van die hele leuke apartere items. Vinden we erg leuk. H&M. Dus we hebben ook veel van die lange mouwen shirts voor daar. H&M. Heel leuk korte blouseje. Korte mouwen. Korte mouwen. Nog helemaal binnenstebuiten. Wat erg dit. Nou ja, dat dus. Hier nog een leuke Ralph Lauren pullover. Of trui, weet ik veel. En in dit mandje bewaren we eigenlijk altijd haar hemden en onderbroeken. Die koop ik meestal bij de Zeeman. Of Action. Want ze is helemaal weg van Frozen. Dus ja, een ondergoed ziet toch niemand. Dus dat is dan wel leuk om dat dan wel Frozen te doen. Leuke onderbroekjes. Ja, onderbroekjes. Dan ben ik verder in de kast gedoken onderin. Als eerst hebben we dan nog een mandje met haar panties. Dit is een kerstpanty. En deze ook. Ja, je kunt het maar hebben. En die kopen we ook vaak bij Primark of H&M. Dit is van Polarn. Die bewaren we allemaal hier. Want ze hebben best vaak jurkjes. En dat wil ze gewoon heel graag. Dus daarom hebben we ook best wel veel majo's. Dan heb ik hier allemaal rokjes. Is ze ook dol op. Als eerst dit fantastische rokje van Pom Deluxe. Hebben we ook van een vriendin gekregen. Vindt het echt helemaal het einde. Lana vindt het ook helemaal super. En dit rokje van Mimpy past helemaal mooi bij dat shirt wat ik je net liet zien. Ook echt super leuk. Wordt wel een beetje krap. Ik heb geen idee waar deze van is. Maar dit is een super leuk spijkerrokje. En deze ook. Die is van de Hema. Ook Hema. Vind ik zelf minder leuk. Maar zelf vindt ze dit helemaal leuk. Hier een korte broekje van Prenatal. En een korte broek van... Tja, waar is dit van? Ik weet even niet, maar volgens mij Yola of zo. Dan heb ik hier nog wat leggings. Deze hoort bij dat jurkje wat ze ook heeft. Meestal doe ik het niet als set aan hoor, maar het is hetzelfde printje. Dit is van de H&M. Dit is ook H&M. Ook. En Frozen, maar die doen we maar als pyjama aan. Want het is, ja. En dan heb ik nog wat spijkerbroeken. Er zit er nu eentje aan en er zit een paar in de was. Vincino. Mimpy. Een heel leuke, dit is een spijkerpak. Of zo'n broekpak. Bakaboe, H&M, Cakewalk en H&M. Maar ik kan er een paar niet vinden, maar we hebben er nog een paar van Vincino, nog twee. En Tumble and Dry. En ik vind die van Vincino echt super fijn. Die blijven echt lang mooi. En ik merk ook dat die straks ook gewoon weer door kunnen naar Amy, omdat de kwaliteit gewoon goed is. Hieronder heb ik pyjama's. Ja, die Frozen legging doen we maar als pyjama. Dit is een hele fijne pyjama broek van de Lidl. Met botjes. En deze is ook van Lidl. Van die Biolijn. Die gebruik ik als pyjama broek van de H&M. Twee pyjama sets. Deze zijn allebei van de Zeeman. Die vinden we erg fijn, die flanelle pyjama'tjes. Die hebben we een aantal van. Zitten er ook in de was, een paar. Die dus. Deze set. Hier heb ik ook twee pakken van. Dus deze. Die is van de Lidl. En ik heb hem ook in een poezenprint. En van die poezenprint heb ik ook weer een broek en een shirt. En dan heb ik hier nog een pyjamaatje van Lief Lifestyle. Super leuk. En een pyjama jurk. Ja, tenminste, het is gewoon een jurk. Alleen hij is nog heel groot. Dus we gebruiken hem als pyjama jurk. Ook van Lief. Deze. Ook van Lidl is deze. En deze van Charlie Chowie of zoiets. En hieronder bewaren we dan nog beddengoed. Oh, te lang op mijn knieën gezeten. Super leuk dat je gekeken hebt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Waar koop jij het liefste kleding voor de kindjes? Heb je jongetjes, meisjes? Waar let je dan altijd op? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties bij de comments en wat je van de video vond. Ik zal over een tijdje ook weer Amy's kledingkast filmen. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn YouTube kanaal als je dit soort video's vaker wil zien. Laat bij de comments weten wat voor video je nog een keer wil zien. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei!